Mijn auto is nog geel. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Vanmiddag moet ik gaan werken. Maar ik heb dus nog eerst de morgen om dingen te doen. Ik denk dat ik eerst ga gaan lopen, maar ik ga echt moeten kijken in welke richting ik loop. Anders gaat het echt niet vlotten, want er staat weer kei veel wind vandaag. Maar is het tijd voor mijn kalenderbriefje? Gisteren was het deze. Vandaag is het deze monkey. Do the funky monkey. Well, well. Fun, fun, fun. Do the funky monkey. Well, well. Als je het liedje van de M-kids herkent, thumbs up. Het was weer zover, mensen. Mijn raam was weer opgewaaid, maar... haha, we hebben geleerd. We zetten er geen pannenkoekenplank meer voor als het waait. Ik moest jullie trouwens nog vertellen hoe mijn loopje was gegaan. Ik heb 3 of 4 minuten gelopen. Ik denk iets van 4 minuten. Wacht, ik ga even kijken. Met mijn Fitbit, want ik kan het allemaal met zekerheid zeggen. Ik vond mijn raam weer niet opwaaien terwijl ik hier aan het filmen ben. Anders heb ik pijn en mijn camera in de grond. Ik was zo van iets die wegwaaien. Oh, ik ga straks iets vroeger vertrekken naar mijn werk. Omdat er een wandeling georganiseerd was deze middag. Maar door het vrij slechte weer gaat het niet door. Dus ik moet al deze mensen nog verwittigen. Ik heb dat al 1 keer moeten doen. Mensen verwittigen doordat door de storm de wandeling niet doorging. Dus dat was niet zo fijn toen. Maar nu... Hallo, het is tijd om te vertrekken, want ik moet een klein beetje vroeg vertrekken, want ik moet nog een aantal mensen afbellen die ingeschreven waren voor de wandeling in deze namiddag, dus tijd om te vertrekken. Dit is trouwens een trein van de H&M, die ik voor het eerst zag in het prachtige Oslo, daar niet heb gekocht, maar dan online heb besteld hier. We gaan er maar eens aan beginnen. Ik heb mijn auto niet te dicht bij een boom gezet, want je weet nooit, want er lagen al bomen of stukken van bomen en stukken van bomen op de weg richting hier. Gelukkig geen gevallen terwijl ik aan het rijden was. Dus mijn auto is nog geel. Maar een voor mij heeft wel een boom van de straat geraapt. Dus misschien dat hij juist achter hem was gevallen of dat hij daar al lag en niemand heeft hem aan de kant gelegd. Stel je voor dat je op dat moment passeert, ik zou echt de schrik van mijn leven behalen. Ik zit terug in de auto. Even terug mijn bril verwisselen, want alhoewel het echt heel slecht weer is, buiten schijnt de zon. Het is echt stormachtig weer, echt zo zot. Het wordt ook aangeraden vandaag om buiten de bossen te blijven in ons domein. Dus ik heb uiteraard niet veel mensen gezien, maar wie komt er nog meer buiten in zo'n wind? Ik heb 6 volwassenen en 1 kind gezien in het bezoekerscentrum. Daarvoor heb ik gewerkt vandaag. Oké, we gaan naar huis. Dit is trouwens de eerste kleurrijke
trui dat ik heb. Echt een kleurrijke trui. En ik vind hem echt super cool. Maar ik ben blij dat ik hem gekocht heb. Kijk dan wel mijn walking. Hallo, ik ben thuis van het werk en nu ga ik wat in de serre werken. Ik heb me even omgekleed in iets die een klein beetje vuil mag worden en niet de dingen die ik morgen nog ga aandoen. Hallo, het is nu 9:30 en ik ga beginnen in een nieuw boek. Ik heb deze film al gezien, maar ik moest het boek nog lezen. Het boek De Bijzondere Kenner van mevrouw Peregrine. Hij is verfilmd en die film heb ik gezien, maar het boek nog nooit gelezen. Dus tijd voor het boek. Ik vond mijn vorige boek trouwens zo mooi dat ik er meteen een review heb over geschreven. Dus als mijn blog online staat, ga je die kunnen zien. Morgen heb ik trouwens een soort planningsgesprek op mijn werk. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Maar zoals bijna elke maandag vlog ik morgen niet. Gewoon omdat maandagen niet zo interessant zijn om te filmen voor jullie. Maar ik heb wel nog iets leuks mee te delen. En dat is namelijk het feit dat ik vandaag een tafel heb gekocht. Grown up shit. Ik woon nog steeds bij mijn ouders. Maar ik ga hier zeker niet tot 2020 wonen. Dus. Misschien zelfs niet op mijn verjaardag. Wie weet. Net een stukje gelezen van het boek en nu ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen, de volgende keer weer. Doodles!